Wat een entree. It's raining men, but it's raining a lot of innovation, creativity and a lovely audience tonight. Hartelijk welkom. Fijn trouwens om jullie zo talrijk hier te mogen verwelkomen in Izegem. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez même déjà pu profiter de cette magnifique vue que nous avons ici. Oskaya Izegem. En natuurlijk zeg ik dat omdat we het niet alleen gaan hebben over dit prachtige gebouw en dit prachtige zicht, maar vooral ook over die opmerkelijke projecten. Ce soir, nous allons donc mettre à l'honneur, comme chaque année naturellement, des projets prometteurs avec beaucoup de succès, naturellement en béton préfabriqué. Donc, n'hésitez pas, utilisez le hashtag, comme vous le voyez à l'écran, FEBAwards 23 pour faire vivre cette soirée sur les réseaux sociaux. Peut-être mettre le portable en mode silencieux, mais ne le mettez pas trop loin, car vous allez le voir, pendant le show, vous en aurez encore besoin. Dus hou die smartphone zeker bij de hand, want die gaan jullie trouwens straks nog nodig hebben. Dat wordt wel duidelijk. 65 projecten hadden we. En dus een nieuwigheid ook nog straks voor deze 11e editie. En dus aarzel zeker ook niet om die hashtag te gebruiken. Nu, vooraleer we van start gaan, en ik kan het niet genoeg blijven benadrukken, dank je wel natuurlijk aan het hele team van de VB Element Awards, aan jullie voor jullie aanwezigheid, maar ook aan die partners en sponsors, dankzij wie we toch maar weer hier gezellig allemaal samen zijn vanavond. Want ook ja, het zijn niet alleen de awards, de VB Element Awards, dat staat ook voor netwerken en heel wat gezelligheid. Dat zal u zien. Genoeg gepraat, ik denk dat het hoog tijd is om officieel met deze show te beginnen. En ik zou dus ook heel graag het woord willen geven aan de voorzitter, dames en heren, Vincent Kerkstoel. Dankjewel Virginie. Chers invités, chers collègues, bienvenue à la 11e édition des VB Element Awards. Geachte genodigden, beste collega's, ik heet u allen van harte welkom op de 11e editie al van de VB Element Awards. Met veel trots mag ik jullie namens het VB ontvangen in dit iconische gebouw, onderdeel van het Skyline Park hier in Izegem. Ook bij de bouw van dit project speelde beton en prefabeton een sleutelrol.
De strakke lijnen van het ontwerp, gecombineerd met de bijzondere flexibiliteit van het gebouw zelf, zijn inderdaad een toonbeeld van de voordelen van prefabbeton. Une fois de plus, nous avons reçu de nombreuses candidatures, réparties dans cinq catégories différentes. Parmi ces projets, 15 ont été sélectionnés par un jury d'experts indépendants. Een bijzonder moeilijke taak. De ingediende projecten laten immers niet alleen de intrinsieke voordelen en de mogelijkheden van prefabbeton zien, maar ze tonen eveneens aan hoe visie, creativiteit en expertise van zowel de bouwheer, de aannemer, de architect als het studiebureau kunnen leiden tot bijzonder hoogstaande projecten. U kon op de website van onze federatie al een tijdje kijken naar de projecten die met een nominatie werden beloond. Vanavond ontdekken we welke projecten ook daadwerkelijk bekroond worden met de fel begeerde VB Element Awards. Avant de débuter cette cérémonie, permettez-moi de prendre un moment pour réfléchir à l'année qui s'achève. L'impact de la guerre en Ukraine et la crise énergétique sur la confiance des consommateurs et des entreprises a d'abord été particulièrement fort, mais semble s'être atténué au cours de cette année. Néanmoins, l'augmentation spectaculaire des prix des matériaux de construction et la hausse des taux hypothécaires, qui ont quadruplé en quelques années, continuent d'affecter de manière significative le secteur de la construction. La prise en compte de l'accessibilité financière des projets constitue donc un paramètre de plus en plus important. Door de schijnbaar ruime beschikbaarheid van de grondstoffen voor beton en de lokale productie ervan, kan prefabbeton op een kostenefficiënte manier worden ingezet. Het wordt geproduceerd in gecontroleerde omstandigheden, wat resulteert in nauwelijks of geen afval en een hogere kwaliteit en dus lagere faalkost. À l'heure où l'automatisation et la standardisation redéfinissent notre façon d'aborder le processus de production, l'industrialisation de la construction émerge comme un pilier essentiel. Progressivement, le secteur quitte son héritage artisanal pour adopter une approche plus automatisée, standardisée et par conséquent plus efficiente. Cela se traduit par une réduction des coûts et des délais de construction plus courts. L'utilisation du béton préfabriqué est donc un atout majeur pour une construction rentable. Het is geweten dat een aanzienlijk deel van het gebouwenpark in België verouderd is en dus niet meer voldoet aan de huidige verwachtingen in zaken energieverbruik en duurzaamheid. Om die omslag te maken, zullen we op korte termijn wel degelijk moeten aanknopen met nieuwbouw. Volgens de laatste ideeën over hoe we onze ruimte moeten indelen, is het slim om centraler te bouwen. Dat geeft ons immers meer ruimte voor biodiversiteit, voor beter waterbeheer en het maakt de publieke kosten die met de ruimtelijke ordening gepaard gaan beheersbaarder. Grâce à sa résistance structurelle, sa sécurité incendie, ses propriétés acoustiques et sa durée de vie extrêmement longue, le béton préfabriqué est le matériau de construction de choix pour atteindre cet objectif. Il se prête à la circularité et au recyclage et permet de concevoir des bâtiments pouvoir avoir à long terme différentes fonctions. C'est l'essence même de la durabilité. In het hart van onze key visual schittert dit jaar een draaiende Rubik's Cubus, opgebouwd uit prefabbeton, met een blauw-groene wereldkaart als puzzelstuk. Hij belichaamt de vooruitgang in duurzaam bouwen. Geïnspireerd door de zorgvuldige controle van prefabbetonkwaliteit, vertegenwoordigt de kubus een combinatie van precisie en wetenschap. Le bleu et le vert sont volontairement représentés sur la carte du monde du visuel. Ces deux couleurs symbolisent le potentiel du béton préfabriqué à réduire davantage l'impact environnemental de l'industrie de la construction. Elle constitue une illustration fascinante de l'évolution de notre industrie vers un avenir plus responsable et plus écologique. Als voorzitter van VB ben ik er dan ook van overtuigd dat prefabbeton, dankzij de eigenschappen op het vlak van duurzaamheid en kostenefficiëntie, een nog crucialere rol zal spelen in de bouwsector van de toekomst. De genomineerde projecten zijn hier heel duidelijk een illustratie van. We kunnen niet wachten om ze aan jullie voor te stellen.
Ik wens alle genomineerden veel succes en jullie een fijne avond. Je souhaite à tous les nominés bonne chance et à vous une excellente soirée. Je vous remercie. Dankjewel. Merci pour cette introduction et d'évoquer naturellement que Phébé est là en tant que partenaire pour vous soutenir et construire un avenir ensemble. En als ik zeg samen bouwen tussen aanhalingstekens aan de toekomst, ja, het is heel duidelijk dat prefabbeton een heel veelzijdig product is. Dit magnifiek gebouw alleen al bewijst dat met een evenementlocatie 40 meter hoog. Voor degenen die straks liever de trap willen nemen, het zijn 278 treden. Dus laat jullie alleszins maar gaan. Maar zoals je kan zien, een heel flexibele, goed bereikbare coworking space. Er is nagedacht over alles. Maar wie ben ik om dat toe te lichten? We geven met andere woorden zo dadelijk ook heel graag het woord aan Damiaan van Hout. Hij is vennoot van het architectenbureau Govaerts van Houten. Mag ik dan ook een warm applaus voor deze keynote over het Skyline Park in Izegem. Goedenavond. Je ziet hier een inplantingsplan van de Skyline gebouwen. Het zijn eigenlijk twee gebouwen, er zouden nog twee kunnen bijkomen. Maar we hebben geopteerd om de parking voorlopig op het gelijkvloer te houden, om geen grote verloren kosten te hebben in deze fase. Dus het eerste gebouw staat volledig rechts. En, dus de lichtgrijze zone is de sokkel van het eerste gebouw. En het gebouw is een rechthoek met 5 verdiepingen. Het tweede gebouw is in feite de toren, die dezelfde rechthoek heeft als het eerste gebouw. Dus het zijn eigenlijk twee gelijkaardige volumes. De ene op 5 verdiepingen en de andere op 10 verdiepingen, 11 bola. Dus maar met dezelfde rechthoek. Het verschil zit hem ook in de hoek, gericht naar de autosnelweg. Dus het eerste gebouw is de hoek uitgesneden. En het tweede gebouw is een volledige rechthoek. Hier zie je hoe dat het er overdag uitziet. Dus de twee torens. Naar het westen en noorden toe hebben we glas gestoken en de andere gevels zijn vrijwel gesloten of hebben een gesloten indruk. Het grondplan heel simpel, om de 6 meter kolommen en dan in feite een overspanning die 2 keer gebeurt. Dus in feite de 2 gebouwen hebben ongeveer dezelfde ritmiek. Dus, en aan de buitenzijde van de kolommen, aan de zuidzijde, heb je in feite een soort noodtrap die dan achter lamellen zit. Dus hier zie je dat die lamellen daar op de zijkant die in het zuiden zit. Dus dat geeft nog licht aan de kantoren die erachter zitten, maar tegelijkertijd is het in feite een soort tweede huid die dan de noodtrap verbergt. Hier ziet het beter. Dit is dan de achtergevel waar dat hier dus de ramen die hier zit, zijn in feite die raam daarboven. En je ziet dat die volledige achtergevel volledig gesloten is met prefab paneel van Enjoy Concrete in Veurne. En ook die lamaal. Dus maar die prefabpaneel was ook een heel bizar stukje om dat daar op te krijgen. Dus dat is de stelling die daarvoor geplaatst is. Dus die stelling mocht niet raken aan het gebouw. Dus die staat volledig op zich. Vandaar die breedte naar beneden toe. Dus omdat die panelen moesten tussen de stelling en het gebouw geplaatst worden, moest isolatie kunnen geplaatst worden. Vandaar een speciale constructie voor die stelling. Het was ook een serieuze stellingname van de aannemer. Dan boven op tak. Dus heb je een put waar dat er dus de technieken in zitten. Dus je ziet niks van technieken boven het tak uitsteken. Het gebouw is 50 meter hoog plus een multiplex. Dat is dus de voorzijde, dus waar dat we dus
In de zomer kunnen we daar op het terras het zicht hebben naar Roeselaar. Hier kijken we naar Izegem. Dan zien we ook de autosnelweg richting Kortrijk. Ik toon wel werffoto's, omdat het ook wel een beetje anders is dan anders. Dus dat is buiten een evenaar. Dat is voor het glas zijlings te plaatsen. Dus normaal wordt het glas van bovenuit gebracht. Maar aangezien dat met die leuvel zit, krijgt het dus een soort balk die in feite het glas in evenwicht houdt. Dat is dan ook de benadering. Het is een slank gebouw. Dus als je van Kortrijk komt en passeert, dan heb je in feite altijd die indruk van de zijkant naar de voorkant, een heel slank gebouw. Ook in de benadering hebben we ook een beetje gelet op het gebouw. Dus hier zie je bijvoorbeeld in de ruwbouwfase. Dus voor de brug zie je de toren al verschijnen, maar het tweede gebouw ziet je dan na de brug. En dan hier aan de achterzijde een foto van de sokkel. Dus met dan het eerste torengebouw, dus van 5 verdieping. Dus je ziet dat diezelfde elementen terugkomen, dus ook die prefab van achteren. Dus krijg je eigenlijk een beetje dezelfde vormgeving. Dus dat is ook wel belangrijk, omdat dat de eenheid versterkt tussen het geheel. Dus als er nog 2 torens bij komen, gaat dat nog sterker worden. Dus dat is hier het gelijkvloers. Dus met die kolommen die eigenlijk binnenin wat dieper zitten, en we ondervangen met de bredere kolom beneden. Die mooi op het einde staan van het volume. Heel sober. Dus de beneden verdieping zijn gewoon 2 volumes. Het ene is voor de fietsen en het andere is gewoon de receptie waar dat we beneden ontvangen geweest zijn. Op het einde is er een waterpartij. Dus recht naar de autosnelle. Hier ziet je. Je ziet dat die vormgeving terugkomt in het eerste gebouw. Dus dat we dus in feite een eenheid krijgen, maar op een andere manier. Dat is dan de bovenste verdieping, die veel gebruikt wordt voor het evenement. Ook een mooi schaduwspel. Dus richting Roeselaar. Dus dan aan de zijkant, waar we toch nog een gleuf gemaakt hebben, om niet het volume volledig dicht te maken. Het is losgekoppeld van de zijkant, richting de kust. En dat is de laatste foto. Er zijn veel evenementen. Toevallig staat Steven Nijhart met zijn glas. Ik had gezien dat glas net onder de zon. Goed, ik wou gewoon kort even beelden tonen van het gebouw. Overdag. Dank je wel. Ik denk dat wij dank u moeten zeggen, beste Damiaan van Houten. We zien elkaar straks ook nog voor de uitreiking van de eerste categorie. En dat glas heffen op prefabbeton gaan we zo dadelijk ook doen. Niet met de zon, maar dan misschien met de maan op de achtergrond. Wat een leuk idee is dat. Dank je wel voor deze mooie presentatie. Toon nogmaals de veelzijdigheid van prefabbeton. Alhoewel, ik heb dan zowat gegoogeld en gelezen dat dit gebouw alles heeft qua afwerking en toch geen compromissen gesloten zijn geworden. Dus dat is inderdaad ook een hele mooie meerwaarde. Als we het hebben over prefabbeton en deze awards, wel, laten we eerlijk zijn, awards uitreiken doe je ook niet zonder jury. Je crois donc qu'il est grand temps de jeter un coup d'œil sur ces membres du jury, grâce à qui nous pouvons naturellement remettre ces awards. We hebben 2 jury's gehad, des vrais professionnels du secteur. Onze eerste jury voor de Buildings and Structures. Dank je wel dus Christophe Combe, Thijs Essel, Michiel van Averbeke, Pierre van den Bosch en Stefan van Akker. Dank je wel. Maar ook, en het werd al een beetje gezegd in onze andere categorieën, Infrastructure en Landscape, hebben heel wat deelnemende projecten gehad. En daar hebben we volgende mensen gelukkig aan het werk mogen zetten. Anne Beeldens, Elia Bone, Alain Bulen, Tom Dollander en Jo van de Sijp. Dank je wel. Heel kort, want ik weet jaar na jaar dat we er toch blijven voor streven om
op zijn minst is 100 deelnames te hebben. Dat zou echt geweldig zijn. Dus een warme oproep al voor onze volgende editie. Maar dit jaar deden jullie het ook fantastisch. We hadden 65 deelnemende projecten. We zullen zo dadelijk ook zien hoe ze onderverdeeld werden in de verschillende categorieën. Maar nogmaals, je ziet het. Het is een beetje met komen en gaan, ups en downs. Het zou ook niet de perfecte structuur zijn, denk ik, voor een prefab beton gebouw. Dus we rekenen echt wel op jullie medewerking op naar die 100. Als we hier kijken naar onze 65 deelnames, hadden we er 21 precast in buildings, 13 in structures, 24 in landscape en 7 in infrastructure. Dat gezegd zijnde, laten we dan maar eens categorie per categorie gaan uitzoeken wie de winnaars zijn. De winnaars die mogen natuurlijk van zodra ze als winnend project hier op het scherm getoond worden, ons vergezellen op het podium. Die krijgen ook de nodige persaandacht in beton. Maar dit jaar, en dat is toch wel iets bijzonders, krijgen jullie ook een fles wijn die gerijpt is in geprefabriceerde betonnen vaten. Toch wel, mijn excuses, toch wel iets heel uniek. En werd me gezegd, Virginie, je gaat zien, die mineralisatie die is echt wel op en top. Dus voilà, dan weten jullie dat ook. Op het einde zou het ook heel fijn zijn moesten we alle winnaars van alle categorieën samen op het podium mogen uitnodigen voor een groepsfoto. Ik zeg het nu al, moest ik het zo dadelijk vergeten. Bon, les premiers jalons sont d'ores et déjà posés. Jetons donc un coup d'œil sur cette toute première catégorie de ce soir, Precast in Buildings. Dus in prefabbeton, waar vooral het architecturale, het esthetische een groot belang speelt. We zien hier een aantal voorbeelden. L'esthétique et l'architecto, c'est ça qui joue un rôle très important dans ces photos également, dont les nominés qui ont été élus par le jury. Puis-je inviter Damian van Houten pour remettre ce premier prix. En ondertussen kijken wij naar de drie genomineerden. Q Residences is een project dat bestaat uit twee woontorens, Quartz en Q. Die worden verbonden door een plaza op de begane grond. Het werd ontworpen door architectenbureau Studio Gang Architects, een gerenommeerd bureau uit Chicago, in opdracht van Kronenberg Groep. De prominente gevel van Quartz is in de wijde omgeving van Amsterdam Buitenveldert goed zichtbaar. Enerzijds door de hoogte van het project, maar vooral door hun specifieke vormgeving. Elke verdieping bestaat uit 20 vinnen en 20 balkons, ieder uniek. Het design herhaalt zich om de vier woonlagen, waardoor er een schuine diagonaal ontstaat die om het gebouw lijkt te volgen. In overleg met de fabrikant van het prefabbeton hebben we een methodiek ontwikkeld om geprefabriceerde vinnen en balkons achteraf aan het casco te kunnen monteren. Enorme grote stalen knooppunten aan het casco en aan de prefab elementen zorgen ervoor dat de vinnen middels een beddenhaaksysteem kunnen worden opgehangen. De balkons liggen op de vinnen en los van het casco. Om een project als dit te realiseren heb je kwalitatieve bouwpartners nodig en is een goede samenwerking een must. Het voorbereiden en realiseren van dit project op deze locatie in Amsterdam-Buitenveldert mag worden bestempeld als Champions League bouwen. Ravelingen is de nieuwe evenementenhal naast het stationsgebouw van Knokke-Heist. Het gebouw staat tussen spoorwegbedding, evenementenplein en parklandschap. Het speelse volume ontstond door het boogvormig perceel als leidraad te nemen en het rechte zaalvolume in te pakken met verschillende functies, zoals een dubbelhoge foyer, repetitieruimtes en een logistieke zone. Enerzijds vormen deze een akoestische buffer ten aanzien van de buitenomgeving, anderzijds dragen ze bij tot de compactheid van het bouwvolume.
De dakvorm sluit in een hedendaagse vormgeving aan op de schild- en zadeldaken van de omliggende gebouwen. De robuuste aanblik van de langgerekte gevels wordt verfijnd door een gelaagdheid in gladde en geprofileerde prefabbetonelementen. In combinatie met strategisch gekozen gevelopeningen ontstaat zo een sterk architectonisch beeld. Het gebouw is opgevat als een massieve betonconstructie, doordat deze door haar massa de vrijste akoestische isolatiewaarde bezit. De dragende wanden zijn opgetrokken in breedplaatwanden. Voor de vloer- en dakplaten werden voorgespannen welfsels en breedplaatvloeren gebruikt. Alles op grijphoogte is bisonproof opgevat, zelfs de bar is in beton opgetrokken. Deze combinatie zorgt eveneens voor een optimalisatie van bouwtijd, materiaalgebruik en onderhoud. Een passerelle over de lengte van de zaal, een zuilengalerij en doorzichten naar de mezzanine en de buitenomgeving verrijken de beleving van de bezoekers. Het schoolgebouw is gerealiseerd naar aanleiding van een open oproep van de Vlaamse bouwmeester. De ambitie was een monolithisch gebouw te realiseren met de nodige flexibiliteit om pedagogische evoluties mogelijk te maken. Het hoofdgebouw van de school Cite straalt een zekere présence uit. Vanaf het begin van het project werd gedacht in termen van beton, zowel binnen als buiten. Niet dragende houten wanden in een kolomwandstructuur leveren de gewenste flexibiliteit. Zo ontstaat een duurzame, repetitieve structuur die een diversiteit aan functies kan herbergen. In plaats van te werken met elementen die elk een deel van de opdracht vervullen, de structuur via één materiaal, de akoestiek via akoestische plafonds, thermiek via complexe technieken, werd geopteerd voor materialen en opstellingen die meerdere rollen kunnen vervullen. De betonnen elementen geven de nodige massa aan het gebouw. Hun thermische inertie laat toe een stabiel binnenklimaat te creëren. De ribben van de ribbenvloer vergroten de thermische capaciteit van de vloer en dragen bovendien bij tot het akoestisch comfort in het gebouw. De mogelijkheid een esthetisch kwalitatief oppervlak te bekomen laat toe prefabbeton ook als hoogwaardig afwerkingsmateriaal te gebruiken. De noodzakelijke maar repetitieve en beheerste voegverdeling introduceert een ritmiek en vormt het ornament van binnen- en buitenvlakken. Yes, yes. Precast in buildings, beste Damiaan van Houten. Aan u om via onze rode knop op het scherm bekend te maken wie deze categorie de winnaar wordt. Doet u maar. Basisschool Hofkouter. Fantastisch, fantastisch. Wat hebben we allemaal genoteerd? Vooral gebruikscomfort, duurzaam en gebruiksmogelijkheden. De lichtinval was ook iets wat de jury enorm wist te appreciëren. Maar dan ook le béton préfabriqué, de ressentir d'un côté la robustesse, mais d'autre part aussi tout ce qui est la sophistication. Donc bravo, bravo, bravo. Geert, ik begin met jou natuurlijk als architect. We hebben gezegd dat in deze categorie het vooral gaat om het architecturale, het esthetische, ook het technische natuurlijk. Drie mooie projecten, als je het mij vraagt. Wat heeft volgens jou de doorslag gegeven? Moeilijk te zeggen. Ik vond ze alle drie een bepaalde kwaliteit hebben, maar zeer verschillend. Dus ik denk dat het een moeilijke opgave was voor de jury ook om daarin te beslissen. Natuurlijk heel blij dat er voor ons project gekozen is. Ik hoop het architecturale, het esthetische, uiteraard dat het doorslag zou gegeven hebben.
Wat denk je was voor jullie hier voor deze mooie basisschool de grote troef van prefabbeton? De diverse inzetbaarheid ervan. We hebben getracht om zoveel mogelijk zaken te integreren. Het voordeel is dat je op voorhand veel kan bepalen en dat je dus alles kan op voorhand uittekenen en in detail verder zien opbouwen. Dat is heel mooi om te zien. Dus ja, de diversiteit van de mogelijkheden, denk ik. Laten we dat woordje vooral vanavond alle eer aan doen. De diversiteit. Je ziet het, jullie krijgen een award natuurlijk. En dan ook nog die bijzondere wijn die in geprefabriceerde betonnen vaten hebben mogen rijpen. Dus ik zou zeggen, denk eraan als jullie van die lekkere mineralisatie genieten bij de feesten binnenkort. En het is ook wel een beetje zo. Eigenlijk verdienen jullie ook wel een award met dit fantastisch gebouw. Maar alleszins een hele, hele dikke proficiat. Vergeet niet dat we jullie zo dadelijk ook nog voor een groepsfoto op het podium uitnodigen. Maar niet zonder een geweldig applaus van ons publiek. Dank je wel. Dat betekent dat wij en de regie daarboven ons klaarmaken voor onze volgende categorie, Precast in Structure. Hier willen we vooral op zoek gaan naar gebouwen, projecten waar het conceptuele en ook het functionele aspect ten volle tot uiting komt. On voit ici des constructions de sol, par exemple, des structures, des bâtiments. Et cette fois-ci, c'est Michiel Verhaverbeke qui pourra me rejoindre plus tard ou maintenant sur scène en tant que président du jury. Et voici donc les trois nominés. Zin is de herontwikkeling van de WTC 1 en 2 torens in het hart van de Brusselse Noordwijk. De kantoortorens zijn omgevormd tot een open en hybride programma van kantoren, appartementen en een hotel, aangevuld met een publieke serre en een panoramische daktuin. Het project hergebruikt maximaal de oude structuur, de funderingen, de ondergrondse verdiepingen en de centrale betonkernen van de voormalige torens vertegenwoordigen meer dan 60% van het oorspronkelijke gewicht en werden behouden. Een volledig geprefabriceerde betonnen structuur met een kenmerkend nieuw volume van 14 dubbelhoge verdiepingen wordt opgespannen tussen de vroegere kernen. Zo ontstaan zeer open en wijdse oppervlaktes die vrij invulbaar zijn en als grote landschappen werken met genereus daglicht en vergezichten. In de enkelhoge verdiepingen herbergen U-vormige prefabkolommen diverse luchttoevoer als een bouwkundige schacht, waardoor het kanaalwerk in de plafonds of vloeren beperkt is en een goede vrije hoogte werd gerealiseerd. Prefabbeton biedt optimale verspanningen aan, met een minimum aan verticale structuur en betongebruik tot gevolg. Door het beton overal zichtbaar te houden, wordt het gebouw, waarvan het gebruik kan en zal veranderen, als tijdloze constructie zeer tastbaar voor de gebruiker. Zo realiseerden we een efficiënte, aantrekkelijke en aanpasbare structuur die niet na één levenscyclus moet worden afgebroken en die een broodnodige bijdrage levert aan de diversiteit in de Noordwijk. Ce projet, situé à Nesle, en France, est la plus grande ferme d'insectes au monde. Il comprend deux bâtiments destinés à l'élevage et à la transformation des mouches soldats noirs en alimentation animale et en nutrition pour les sols et plantes. Le premier bâtiment, destiné à la ponte des mouches, est composé de 5 étages et fait 27 mètres de hauteur. Il comporte 345 colonnes, 920 poutres, 20 000 m² de plancher, des paliers et des panneaux béton.
Le second bâtiment, avec une emprise au sol de 10 000 m², possède un hall de stockage de 28 mètres de hauteur sous poutre et une zone de traitement. Il comporte 3 niveaux de plancher à différentes hauteurs, atteignant une hauteur totale de 37 mètres. Il est équipé de 325 colonnes, 481 poutres, 495 pannes, 60 panneaux coupe-feu et 7 800 m² de dalles alvéolaires précontraintes. Le béton préfabriqué présente des avantages, tels que la résistance au feu, l'économie de matières premières, la réduction de l'impact environnemental et la rapidité de montage. Les sections en I sont utilisées pour minimiser le volume de béton des colonnes en béton armé de 33 mètres de hauteur. Grâce à la préfabrication, les attentes et besoins du client pour garantir un processus d'élevage et de transformation des mouches dans un bâtiment entièrement fonctionnel ont pu être réalisées. Dit prestigieuze project betreft de bouw van een datacenter in het Duitse Frankfurt. De volledige structuur van dit state-of-the-art datacenter werd opgetrokken in prefabbeton. 1215 unieke, op maat gemaakte wandelementen, goed voor een oppervlakte van 20.000 vierkante meter en een massa van 6.500 ton, verhuisden naar Frankfurt. Voor deze elementen werd gebruik gemaakt van twin walls. Deze dubbele muren werden uitgevoerd met een gemiddelde wapeningshoeveelheid van 45 kilogram per vierkante meter. De schildikte varieerde van 22 tot 50 mm. Viabeeld begon in 2021 met het ontwerp en de bouw van dit project. Het gebouw werd 16 maanden later al opgeleverd. Deze snelle doorlooptijd werd mogelijk gemaakt door het gebruik van geprefabriceerde betonelementen. De wandelementen werden over de periode van een jaar, just in time, getransporteerd. Datacenterprojecten van dit kaliber zijn per definitie mission critical projecten. Ze worden gekenmerkt door een verhoogde constructieve veiligheid. Het ontwerp moet in hoge mate redundant zijn om diverse calamiteiten te kunnen weerstaan. De snel evoluerende technologie vraagt bovendien om een zeer korte doorlooptijd. Een grote uitdaging die resulteerde in een geslaagd project dankzij een goede samenwerking van de betrokken partijen en het gebruik van prefab beton. Ja, u kende de projecten natuurlijk al. Heel benieuwd om te weten wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus is gekomen. Aan u de eer. Proficiat, Zin in Noord. Ik heb straks de architect inderdaad nodig, maar ik wil iedereen natuurlijk proficiat wensen, het hele team, want laten we eerlijk zijn, we hebben iedereen nodig, het studiebureau, de opdrachtgever, prefab beton, de architect, maar ook de aannemer natuurlijk. Laat ik eerst nog heel kort, terwijl die awards worden uitgereikt, toelichten wat de jury zei. Je crois que le jury a surtout été impressionné par le fait que les anciens tours a été vraiment tout était démantelé jusqu'au cœur et puis reconstruit, mais d'une manière assez durable. En plus, le label argent cradle to cradle, selon le jury, cela prouve que voilà, c'est un progrès vers un processus de production et de construction, encore une fois, durable. Dus ik denk dat dat woordje duurzaamheid hier heel belangrijk geweest is in dit project en dat ook in Noordwijk er al eerdere projecten waren en dat dit toont ja, dat prefabbeton toch wel de oplossing is hè, voor zulke moeilijke en veelvuldige, veelzijdige uitdagingen. Komen er nog? Mag ik dat al vragen of is dat nog iets te vroeg? Er zijn nog projecten in ontwikkeling, ja.
Ik denk dat heel de Noordwijk vandaag een herontwikkeling doorgaat die broodnodig is. En dit project is de eerste exponent daarvan. Wat zou je eigenlijk verklaren? Want ik zag een hotel en kantoorgebouw voor de gebruikers zelf. Hoe gaan zij, denk je, die meerwaarde van prefabbeton ervaren? Ik denk vooral dat de meerwaarde erin zit dat dit gebouw doorheen de tijd kan evolueren en dat die prefabbeton ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk openheid is, dat eigenlijk elke gebruiker echt een zeer grote hoeveelheid aan licht, aan lucht krijgt in dat gebouw en dat dat de meerwaarde is om in zo'n hoogbouw met prefabbeton te werken. Absoluut. Heel fijn. Wie weet betekent het dat we dan ooit nog eens samen op het podium mogen staan. Het zou geweldig zijn. Alvast een hele dikke proficiat natuurlijk ook aan het hele team. En ik ga de komende dagen in Brussel zeker een ommetje maken om jullie schitterend werk live te kunnen bewonderen. Dank je wel. Merci. En ik herhaal het graag nogmaals aan onze winnaars. Straks natuurlijk een mooie groepsfoto op het podium. Dat geldt dus ook voor de winnaars in onze volgende categorie. En dat is Precast in Landscape. Zoals u ziet, bovengrondse zichtbare projecten, ook natuurlijk waar prefabbeton gebruikt werd. Het kan privaat of publieke ruimte zijn, maar die link natuurlijk met het landschap moet er wel zijn. Également dans cette catégorie, le jury a décidé de nominer trois projets parmi tous les projets naturellement qui ont été soumis pour aménager des espaces privés ou publics. Et cette fois-ci, je voudrais inviter de Arcades Belgium, Jo van de Sijpe, pour remettre ce prix. Et entre-temps, nous allons jeter un coup d'œil sur ces trois nominés. In het middelpunt van deze villa, in een bosrijke omgeving, was het dé uitdaging om een verbinding te creëren tussen de tuin en de Engelse koer die het aanpalende bureau en het zwembad van licht voorziet. Om deze overgang in sfeer, materiaal en niveau te overbruggen, werd er gekozen voor een uitvoering met geprefabriceerde betonnen elementen. De combinatie van een hele reeks elementen resulteert in een rechtlijnige, maar speelse overgang. Zo zijn er plantenbakken en traptreden, maar ook zitbanken en een tafel in het geel verwerkt. Door de combinatie en onregelmatige plaatsing van elementen was het zowel praktisch, financieel als in timing logisch om te kiezen voor prefabbeton. De dynamische samenstelling van al deze verschillende elementen vormt één sterk visueel geheel, mede omdat de homogeniteit in kleur en vorm eigen is aan deze elementen. De puzzel is mogelijk gemaakt door de maatvastheid van de elementen. Het resultaat is één grote overgangsruimte waar alle elementen samen een betonnen sculptuur vormen. De fysieke verbinding tussen het terras en de tuin wordt echt een verblijfsplek met veel mogelijkheden die aangenaam aanvoelt door de groene beplantingen en die uitkijkt over de Engelse koer. Dans le cadre du projet européen RTE-T Sanesco Est, axé sur le transport durable de marchandises par voie navigable, le pont historique, pont des Trous de Tournai, a été modernisé. Le projet comprenait un élargissement complexe de l'ESCO et une reconfiguration du pont. Un défi, le pont fait partie de notre patrimoine historique. Le choix du béton préfabriqué s'est avéré crucial pour la réussite du projet. Des ateliers participatifs avec les résidents locaux ont permis d'élaborer des plans pour des quais accessibles. Des éléments en béton préfabriqués offraient une solution rapide et économique. 1112 éléments en béton préfabriqués ont transformé les quais en lieux de rencontres animés.
Ces éléments ont été utilisés pour les escaliers, les quais abaissés et les promenades qui s'intègrent parfaitement à l'environnement historique. Les éléments de tribune en béton de couleur plus claire complètent élégamment le pont des trous, créant une harmonie visuelle autour du site. Le choix du béton préfabriqué a donné un nouveau dynamisme au site historique. Les quais, désormais accessibles et attractifs pour le public, offrent un espace pour diverses activités et contribuent à l'amélioration du cadre de vie de la ville. Le projet du pont des trous illustre de manière impressionnante comment le béton préfabriqué peut jouer un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine, tout en ajoutant une fonctionnalité et une esthétique moderne au site historique. Het verhaal van de zusters van het Heilig Graf is diep verweven met de stad Turnhout. In 1999 werd een deel van de site als erfgoed beschermd. In 2012 nam de school het beheer van deze 5 hectare grote site in het hart van de stad over. De opmaak van een masterplan was het startschot om de kloostergebouwen te integreren in de schoolwerking. De verouderde schoolgebouwen werden gesloopt en er ontstond een open ruimte, Park Piot, die een aangename leef- en leeromgeving moest worden. Het park wordt een deel van het stadsweefsel, een levendige plek die de toegankelijkheid van de site en de wisselwerking met de nieuwe Stadsacademie aan de overzijde verbetert. Park Piot is verdeeld in 3 zones, een actieve, een educatieve en een rustige zone. Het ontwerp anticipeert op de toenemende waterproblematiek, een wadi en grasbetontegels zorgen voor voldoende infiltratie. De aanplant van streek-eigen groen creëert een verkoelend effect en meer biodiversiteit. De betontreden versterken het hellend karakter en creëren aangename zitterrassen. Materialisatie en functionele verbindingen spelen een cruciale rol, terwijl betaalbaarheid wordt nagestreefd door slimme keuzes met standaardproducten. Park Piot is een inspirerend voorbeeld van groene ruimte in stedelijke omgevingen en herbestemming van waardevol erfgoed. Het project maakt gebruik van de unieke kwaliteiten en mogelijkheden van de open ruimte en creëert een meerwaarde die de plek overstijgt. Ja, ja, beste Jo. 3 fantastische projecten. Villa met cour anglais, Pont des Trous of Park Piot. Ready? Yes! De winnaar is Pont des Trous, Tournai. Voilà, bonjour messieurs, bravo, bravo, bienvenue sur scène. Voilà, on remet les awards. Ce vin, qui s'est retrouvé dans des crates hein, avec le béton préfabriqué. Justement, en parlant de votre projet, c'est la fusion de l'histoire d'une part et du présent qui a impressionné le jury. En plus de la linéarité, il y a eu également ses pentes. Il a créé créativité, cette création d'une vraie expérience, disons. Het is de lijnvormigheid, maar niet alleen zomaar de lijnvormigheid die de rivier verlengt en accentueert, maar die dus ook duidelijk het gebruik van prefabbeton hier als een mogelijkheid in de kijker heeft gezet om te zorgen voor een zeer strakke lijnvorming. Bon, j'ai bien compris, peut-être pas l'architecte, mais quand même quelqu'un qui a bien pu parler dans la vidéo aussi. Je vois que vous êtes très content. Oui, bien évidemment. Il faut savoir que le pont des Trous à Tournai fait vraiment partie du patrimoine historique. Et lorsqu'on a souhaité changer le pont des Trous, parce qu'en fait, il fallait faire passer des péniches beaucoup plus importantes, il a fallu toucher aux arches. Ça a été sur Tournai la révolution.
personne ne nous voulait, personne n'en voulait, c'était catastrophique, on allait défigurer Tournai, etc., etc. Je vous assure, ça a vraiment été la révolution, tout le monde en parlait, personne ne voulait de ce qui allait arriver par après. Et puis, il y a des miracles qui se font dans la vie, parce qu'une fois que tout a été réalisé, bien évidemment, pas grâce à moi, mais aux personnes qui sont ici à côté de moi, et que le résultat a été celui-là, tous mes opposants, que ce soit des politiques ou que ce soit des citoyens, se sont dit maintenant que c'était fantastique. Et ils ne se rappellent plus qu'à l'époque, ils ont tous été contre, parce que je vous garantis que non seulement ça donne un cachet historique à la ville de Tournai, et comme il y a ici beaucoup de personnes qui ne sont pas tournaisiens, je voudrais simplement leur dire, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais la ville de Tournai est la plus belle ville du monde. Oh. Wow, bravo, merci. Allen daarheen voor kerstmis, inderdaad. Doornik, ik ken Doornik wel, ik heb daar familie, een hele mooie stad, inderdaad. Maar ik heb jullie project nog niet kunnen bewonderen. Een echt huzarenstukje, als ik het zo hoor. Hoe moeilijk was het dan om rekening te houden met al die wetten waarschijnlijk, waar je ook nog voor hebt moeten vechten? Wel, het is al voor ons als prefabrikant belangrijk geweest. Het is niet enkel het zichtbare bovenin, maar ook de ondergrond is helemaal in prefab gemaakt. De meer dan 1100 prefab elementen die nodig waren, zijn er misschien 400 of 500 van zichtbaar. Maar vooral dat onderbouw is heel belangrijk geweest hier. De samenwerking met het waterbouwkundige was zeker een zeer moeilijke samenwerking om dat helemaal tot zijn recht te komen. Maar als je het resultaat ziet in combinatie met de prachtige brug, ja, daar kan je alleen maar fier op zijn. Daar kan jij fier op zijn en wij worden daar heel blij van. Ik zeg maar, waar blijft het toch om al die mooie projecten ook eens aan het publiek kenbaar te maken via de pers? Het zou fantastisch zijn. Jullie verdienen dat allemaal met jullie harde werk en inzet. Je vous remercie de tout cœur. Keep up the good work. En hopelijk tot heel snel met een even mooi project. Het is jullie gegund. Merci beaucoup. En dan hebben we natuurlijk ook nog onze categorie infrastructure, waar we u graag doorheen loodsen. Laten we kijken. En het werd net al gezegd, heel wat prefab-betonelementen die ook ondergronds werden gebruikt in het vorige project, wel ook hier natuurlijk bij onze infrastructuurprojecten, les projets souterrains, où également le béton préfabriqué a été utilisé. Voici quelques photos, mais on voudrait naturellement savoir qui est le gagnant. Cela dépendra aussi de la personne qui appuiera sur ce bouton rouge. Cher Vincent, je crois que c'est vous la personne idéale pour nous aider. Et entre-temps, nous jetons un coup d'œil sur ces trois nominés. Hier zijn ze, onze genomineerden. De speeltunnels in het Zwen Natuurpark zijn dé uitgelezen plek om kinderen te laten ervaren hoe dieren, zoals bergeenden en konijnen, in hun holen leven. Bij de keuze van de materialen moest er rekening gehouden worden met duurzaamheid. Het feit dat geluidsoverlast in een natuurgebied niet getolereerd kan worden en dat de installatie zich op een zeer moeilijk bereikbare locatie bevindt. Bovendien was de uitvoeringstermijn bijzonder krap. Het hele project moest gerealiseerd worden tijdens de toeristisch minder drukke periode en net voor het broedseizoen van de ooievaars. Prefab beton bleek de ideale oplossing. De volledige ruwbouw werd opgetrokken met standaard betonproducten, waaronder buizen, trappen en op maat gemaakte kaders, waarin vooraf alle openingen werden voorzien. Kleine vrachtwagens brachten alle materialen ter plaatse en een graafkraan plaatste ze. Omdat alle onderdelen kant en klaar werden aangeleverd, kon de hele constructie op enkele dagen tijd gemonteerd worden zonder dat er storende betonpompen aan te pas kwamen.
Kinderen kunnen nu zorgeloos de ondergrondse natuur ontdekken, terwijl volwassenen vanaf een keikwant bovenop de kelders de watervogels kunnen bespieden. Kom gerust ook eens langs in het Swin Natuurpark in Knokke. Het Natuurbelevingspark is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos. Lors des inondations de 2021, le mur de berge et la rue qui le surplombait ont été emportés. Cette tragédie a exposé les fondations de l'habitation voisine et mis à nu les conduites d'utilité publique qui alimentent les maisons en aval. La tâche était délicate. Il fallait reconstruire le mur de berge sans affecter les installations existantes, les fondations de la maison, la structure du pont en aval. Les méthodes de construction traditionnelles, pale-planche, puis en béton ou en acier, ne convenaient pas. De plus, l'emprise du chantier ne pouvait pas empiéter excessivement sur le cours d'eau. La solution idéale devait être durable. Intégrer les conduites existantes, éviter d'excaver le sol pour préserver le pont et la maison. Cette solution devait aussi résister à l'érosion, ne pas être sujette à la corrosion, supprimant l'utilisation de l'acier. La solution retenue fut les blocs murs spécifiques du préfabricant. Après quelques ajustements pour perfectionner le projet, elle s'est avérée être la réponse idéale, répondant à tous les défis de la situation, en mettant l'accent sur la durabilité. En cas de nouvelle crue ou d'érosion, le mur s'auto-stabilisera en s'enfonçant dans la poche d'érosion pour l'arrêter, facilitant de ce fait la reconstruction grâce à des blocs démontables et réempilables. In de haven van Antwerpen hebben wij in oktober vorig jaar met de TM Willem Infra Aartse de volledige landingsbaan gerenoveerd. Deze luchthaven heeft slechts één landingsbaan en bij gevolg moest de luchthaven tijdelijk sluiten om deze werken te kunnen realiseren. Bij een dergelijke werf draait alles om snelheid. Op één maand tijd moesten we de asfaltbaan, alle elektriciteitskabels, alle lampen, alle afvoergoten en alle riolering opbreken en vernieuwen. Voor de 3 kilometer verholen goten, ruim 200 trekputten, 4,5 kilometer riolering met een diameter tussen 400 en 1000 mm en 70 rioleringsputten werd gekozen om met prefab beton te werken. De slijtagebestendigheid, de grote belastbaarheid en de lange levensduur van het prefab beton waren daarbij doorslaggevend. Gemiddeld waren er ongeveer 10 plogen in de weer met het plaatsen van de prefab betonelementen. Het tijdig op de werf krijgen van deze massa aan prefab vormde een van de grootste uitdagingen. We werkten dan ook met leveranciers waar we het vertrouwen in hadden dat ze onze planning konden respecteren. De goede samenwerking resulteerde in een vlot verloop van de werf. De luchthaven ging volgens planning opnieuw open en kan haar ambities waarmaken en u kan weer vanuit Antwerpen de wereld verkennen. Precast in infrastructure, ondergrond, speelnest, stabilisation d'une berge of hernieuwing landingsbaan. Luchthaven? Ja? Ja. Proficiat richting Knokke. Thank you.
Fantastisch, fantastisch. Ja, natuurlijk werken in een natuurgebied waar je ook nog eens rekening moet houden met een broedseizoen. Ik kan me inbeelden dat net zoals bij die andere projecten snelheid heel belangrijk is. Dat is ook wat de jury me zei. En outre surtout, l'impact sur le paysage... qui doit être faible également. Et le jury estime que les tuyaux qui ont été utilisés sont vraiment des tuyaux, comme on le voit, qui donnent aussi la sécurité à tous ces jeunes explorateurs. En dat is waar, want mijn kinderen die zijn er natuurlijk ook al geweest. Wat ik me dan afvraag, ja, ik zie hier staan architect en opdrachtgever, ook de hele provincie. Maakt dat, denk je, de insteek nog anders? Ik denk het wel, omdat de provincie ook het Twin Natuurpark heel goed kent, weet wat de gevoeligheden zijn. Dus vandaar dat het eigenlijk zeer goed verlopen is, ook de samenwerking. Omdat, zoals u zegt, de veiligheid, maar ook het moest snel gaan, er mocht geen verstoring zijn. Dus het was toch wel een speciaal project waar we heel tevreden en heel trots op zijn. En het is eigenlijk ook nog niet af, want we gaan nu nog de binnenafwerking doen. Dus we gaan nog meer spelelementen in de tunnel en in het huisje achteraan brengen om eigenlijk nog meer bij te brengen over de holendieren. Ja. Wauw, fantastisch. Matthias, dit moet wel, denk ik, een bijzonder gevoel zijn. Toch is er nog zoiets, een boodschap die je zou willen meegeven aan ons publiek? Want natuurlijk, ja, die hele samenwerking, jullie staan hier als een team. We gaan zo dadelijk ook een teamfoto nemen. Ik kreeg al over mijn voeten van de fotografen. Maar vertel. Ja, misschien is het een beetje een ode aan het West-Vlaams gezond boerenverstand hier, deze prijs of zo. We hebben maar heel eenvoudige materialen, heel eenvoudige middelen eigenlijk ook, het zo kleinschalig mogelijk gehouden en als een soort blokkendoos de zaken in elkaar gestoken op een heel korte termijn. Dus dat kan enkel, denk ik, vanuit West-Vlaanderen niet. Aha, we gaan het nog druk hebben. Doorn en Knokken, ik vind Hasselt anders ook wel een mooie stad, maar alleszins, alle gekheid op een stokje, doet me een beetje denken aan die Rubik's Cube, die kubus van VW. Als alle puzzelstukjes vlot in elkaar passen, dan krijg je zo'n fantastisch project. En zo'n fantastisch geslaagd team, waar we natuurlijk heel graag ook nog een teamfoto, een groepsfoto van nemen. Dus zet jullie maar wat closer bij elkaar. En steek die award maar in de lucht. En dan straks natuurlijk ook nog een groepsfoto van alle winnende categorieën samen. Maar voor eerst, zoals we al bij iedereen gedaan hebben, een geweldig groot applaus. Dank je wel. Dan komen we tot de categorie waar we traditiegetrouw mee afsluiten. Dat is dus dit jaar niet het geval. Maar wel een categorie waarvan de jury dacht dat het gaat om een outstanding project. Dus over de verschillende categorieën heen. Daarvoor zou ik heel graag Stefan van Buggenhout op het podium willen vragen om deze award te overhandigen. En ook hier natuurlijk heeft de jury 3 van die fantastische projecten geselecteerd. Heel benieuwd welke dat geworden zijn. Les voici. In onze gemeente, De Pannen, kan elke bezoeker sinds dit voorjaar genieten van een mooie strandwandeling van 1,5 kilometer op een stevige en stabiele ondergrond, de Planchet. Vooral de vele bezoekers op wielen profiteren van ons pad in prefabbeton. Wie met een rolstoel of kinderwagen op stap is, krijgt een drempeloze toegang tot het strand. Het houten wandelpad dat we voordien hadden, vergde veel manueel onderhoud en de planken versplinterden. Onze keuze voor prefabbeton maakt het mogelijk om het nieuwe wandelpad erg snel, nog voor de start van het zomerseizoen, officieel te openen. De flexibiliteit van prefabbeton als materiaal zie je in de mooie afwerking met houtnerfstructuur, waardoor het pad esthetisch perfect in het strand en dus in het landschap past. De plaatsing van de vloerplaten ging snel, omdat ze rechtstreeks in het zand geplaatst werden, zonder cementgebonden ondergrond,
waardoor de natuurlijke zandbodem intact bleef. De platen zijn bovendien circulair, omdat ze slijtvast zijn en in de toekomst eenvoudig weggenomen en elders hergebruikt kunnen worden. De planché van de pannen is dankzij het gebruik van prefabbeton esthetisch, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en circulair. En de strandbeleving werd er een stuk inclusiever door, want het strand is van iedereen. De trap van de Zonnepoort is een Europees pilootproject met focus op het gebruik van meer duurzaam beton binnen stedelijke omgevingen. Deze school bevindt zich in Gent en de brandweer eiste een tweede vluchtroute voor de klassen op de bovenste verdiepingen. We wilden het ruimer bekijken en vroegen ons af welke rol zou de trap daarin kunnen spelen in de toekomstige ontwikkeling van de school. De noodzaak wordt ook een deugd, zei de architect. En dat is echt de basis voor duurzaam bouwen. Een goed ontwerp dat lang behouden zal blijven. Duurzaamheid en prefabbeton gaan trouwens heel goed samen. Er werd in het beton heel weinig cement gebruikt, waardoor de ecologische voetafdruk beperkt blijft. De productie van de prefab-elementen in een gecontroleerde omgeving is daarbij zeker een voordeel. Deze mengsels met anders ontworpen bindingen zijn gevoeliger voor factoren zoals temperatuur tijdens de productie. Ook het feit dat bouwen hier vooral monteren is, was belangrijk. Hierdoor werd de hinder voor de school tot een minimum beperkt. En hoewel het zeker niet meteen zal gebeuren, kan de trap worden gedemonteerd en elders weer in elkaar worden gezet. Zowel het ontwerp, de berekening, de productie als de montage waren huzarenstukjes. Dit alles was mogelijk dankzij de inzet van een fantastisch team. De wandelweg van de iconische Pier van Blankenbergen werd in 2021-2023 gereconstrueerd naar oorspronkelijk model uit 1933. Deze wandelweg werd opgetrokken in beton en steekt 350 meter ver in de Noordzee. De monolithische structuur bestaat uit betonnen kolommen, balken, vloer, borstweringen en windschermen voorzien van houten schrijnwerk. Voor de balken, borstweringen en windschermen werd geopteerd om deze te prefabriceren. Om het aantal naden te beperken werd gebruik gemaakt van zogenaamde natte knopen. Ze verbinden de elementen onderling of verbinden deze met de ter plaatse gegoten onderdelen zoals de kolommen en de vloerplaat. De hoge afwerkingsgraad was voor onze ontwerpers de voornaamste reden om te kiezen voor het deels prefabriceren van de constructie. Zo werden diverse elementen omgekeerd gegoten, waardoor de stortzijde zich nu aan de minder zichtbare onderzijde bevindt en het zichtbare bovenvlak ook voorzien is van een mooie houtstructuur. De beheerste omgevingsparameters van het atelier leiden tot een gelijkmatige kleur van de elementen onderling. Door de betonsamenstelling te optimaliseren is het bovendien mogelijk een lange levensduur te garanderen. Het gebruik van prefabbeton was een essentiële keuze om dit project te doen slagen. Dat hierdoor de uitvoeringstermijn werd ingekort, was een mooi meegenomen pluspunt. De plancher Zonnepoort of Pier. Beste meneer Van Buggenhout. De Pier in Blankenbergen. Thank you.
En wat een fantastische muziek daarbij, proficiat aan de Pier Blankenbergen. Ja, de jury zei, Virginie, dit project is op heel veel vlakken outstanding. Je moet rekening houden met en eb en vloed, vervanging van een art deco pier en ook nog eens het respecteren van de eisen van monumenten en landschappen. Dat lijkt me ook geen heel evidente klus als je het mij vraagt. Surtout aussi le choix des matériaux a impressionné le jury et surtout de garder cet patrimoine. Wat ik me dan afvraag, jullie gaan terug naar iets van 1933. Ja, waarom dan die link maken met toch wel een heel veelzijdig product? Waarom wilde jullie per se daar terug naartoe gaan? De pier, zoals gebouwd in 1930, was uitgevoerd in gewapend beton. Het was ook de eis van het agentschap onroerend erfgoed om terug gewapend beton te gebruiken. Dat stond zonder twijfel vast. En tijdens het proces, eigenlijk was de pier volledig voorzien in in situ gestort beton, maar tijdens het proces met de aannemer waren we dan toch wel aan het twijfelen of we niet naar prefabbeton zouden overstappen, gezien dat er toch wel verschillende voordelen aan zijn, zoals door mijn collega ook gezegd. En het agentschap ging daar dan ook finaal in mee. Want oorspronkelijk was dat niet het geval. We moesten de pier terugbouwen zoals ze in 1930 werd gebouwd. Maar we zijn dat gelukkig in overleg met het ganse team, ook met het bestuur, samen in geslaagd om daar toch iedereen van te overtuigen van de voordelen. Wauw, ik denk dat ik in naam van heel de sector en alle mensen hier spreek als ik zeg dank je wel om hen daarin te overtuigen. Ongetwijfeld ook geen spijt van gehad. Spreken we dan hier ook weer van een gezond West-Vlaams boerenverstand? Ik denk dat ik dat mag bevestigen, ja. Absoluut, het is jullie van harte gegund. Dank je wel. Doe ze daar ook in Blankenbergen de groeten. Merci. Hebben we een groepsfoto genomen? Ook niet echt. Ik nodig jullie gewoon even terug, anders moeten we dat zo dadelijk doen. En de andere categorieën natuurlijk ook. Jullie zijn ook talrijk. Dat heb je als je zo in teams mag werken. En geef die award en die foto's natuurlijk ook een heel mooi plekje dicht bij de pier. Dank je wel. Zo. Dit evenement is er eentje voor jullie, door jullie. Dat betekent inderdaad dat we dit jaar voor de eerste keer, zoals ik zei, omdat het een evenement is door jullie gebracht, in jullie projecten, maar ook voor jullie, willen we graag te raden gaan bij wat jullie geïnspireerd heeft vanavond. Dus onze Audience Award gaan jullie nu uitreiken. Wat moet je daarvoor doen? We gaan deze QR-code delen. À vous donc de prendre votre portable, de scanner ce code QR. Il est peut-être possible que vous devez soumettre une adresse e-mail, mais ne vous en faites pas. Vous n'allez pas recevoir des milliers de mails par après. Dus het zou kunnen dat sommige mensen misschien nog een e-mailadres moeten ingeven, maar er werd me verzekerd. Virginie, je mag duidelijk zeggen dat het niet de bedoeling is dat jullie nadien nog honderden, tientallen mails gaan krijgen. We werpen nog eens een blikje op de projecten. We hebben dus misschien nog heel even de QR-code laten staan. Ik zie nog heel veel mensen de smartphone bij de hand nemen en de code scannen. En dan kan je beginnen stemmen op Q-Residences, Ravelingen, Hofkouter Basisschool, Zin in Noord, La Ferme, Insect, FRA 21, Datacenter, De Villa met Cour Anglaise, Pont des Trous, Parc Piot, Ondergrond Speelnest, Stabilisation d'une Berge, Hernieuwing Landingsbaan Luchthaven, De Plancher, Zonnepoort, de evacuatietrap in duurzaam beton of Pier. En mag ik misschien ondertussen nog eens, Vincent, je op het podium vragen? Twee korte vraagjes terwijl er nog volop gestemd wordt, zie ik. Want ik heb hier het woordje duurzaamheid gehoord. Heel belangrijk natuurlijk voor heel veel sectoren, maar zeker in jullie sector, want er wordt toch altijd gezegd ja, dat de cementindustrie een grote veroorzaker is van die te velen aan CO2, ik zal het zo noemen. Enige reactie? Zeker beter, ja. Ja, ik denk dat het ontegensprekelijk zo is dat die CO2-uitstoot die gelieerd is aan cement en dus ook betonproductie, dat die hoog is.
Maar dat is in absolute termen, dus je moet dat ook relativeren. In de zin dat beton ook wel het veruit het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld is. En dat heeft ook zijn redenen waarom dat zoveel gebruikt is. Dus je moet dat in een relatieve context zien. Niet tegenstaande denk ik dat beton wel degelijk, en zeker prefabbeton, ja, een cruciale rol kan spelen in de verdere vergroening van de bouw. En we hebben het een aantal keer hier gezien in de genomineerde projecten. Qua typologie van gebouwen zie je toch vaak gebouwen terugkomen die een lange levensduur hebben. Gebouwen die multi-invulbaar zijn op lange termijn. En ja, dat zijn karakteristieken die je het best kan bekomen met prefabbeton. Ook de elementen zelf die zijn recycleerbaar, die zijn circulair van aard. Dus dat zijn ook allemaal groene accenten die in die betonproductie liggen of in die prefab-betonproductie liggen. Nu, er is sowieso ruimte voor verbetering, omdat er op het vlak van betontechnologie heel veel in beweging staat momenteel. Men is ook echt op zoek naar betonrecepturen met een verminderde CO2-uitstoot. En je ziet er echt wel resultaten in komen. En dan gaat het over nieuwe fillers, over gecalcineerde klei, over geopolymeren en dergelijke meer. Dus die technologie staat niet stil. En er zijn zeker nog duidelijk stappen die kunnen gezet worden in de vergroening van prefab beton. En we mogen ook niet vergeten, de cementindustrie zelf die onderschrijft volledig de doelstellingen van Europa om in 2050 koolstofneutraal te zijn. En zij investeren daar ook heel stevig in. Een van de zaken die vaak terugkomt, dat is de carbon capture technologie. En dat is een technologie waarbij je bij de cementproductie het vrijgekomen CO2 terug opvangt en gaat opslagen of gaat hergebruiken. Dus dat toont aan dat er toch echt wel zaken in beweging staan en dat ja, beton, prefabbeton, een essentieel onderdeel zal zijn van de vergroening van de bouw. Ja. Ja, dat is heel fijn om te horen natuurlijk, dat jullie ook jullie schouders onder zetten. Als we heel kort nog heel even kijken naar de woningmarkt, want ook daar natuurlijk nieuwe regelgeving, nieuwe wetgeving. Wat denkt u gaat de evolutie daar zijn? Als we dat E-pijl bijvoorbeeld in het oog moeten houden, gaan er minder vrijstaande woningen komen? Wat gaat daar anders zijn, denkt u? Ik denk dat er verschillende redenen zijn om aan te nemen dat men ja, centraler gaat bouwen en dat mensen centraler gaan moeten wonen. En dat gaat van betaalbaarheid naar de bouwshift, hè, dus de ruimte geven voor biodiversiteit en dergelijke meer. Dus centraler wonen gaat meer toepassing vinden. En ja, dat wil zeggen, als men met hetzelfde aantal mensen of met een groter aantal mensen centraler gaat wonen, dan gaat men in de hoogte moeten bouwen. En als men dat op een kwalitatieve manier wil doen, en daarmee bedoel ik op een brandveilige, op een akoestische manier, op een manier die de thermische inertie van het materiaal plaatsgeeft, ja, dan komt men ook terug bij beton. Hè. Dus beton is in die zin volgens mij niet te vermijden. En niet vergeten, ja, men zit ook nog met ernstige competentietekorten in de bouwmarkt. Hè. Profielen als ijzer, verlichters of bekisters. Ja, prefabbeton maakt het mogelijk om ondanks die tekorten toch nog snel en rendabel te bouwen op de werven. Dus ja, ik denk het wel. Prefabbeton is here to stay. Dat is duidelijk. Wat ook duidelijk is, ik zie een gouden envelop. Dat betekent dat de winnaar dankzij ons publiek bekend is. Ik ga misschien Vincent alvast zeggen dat de prijs niet overhandigd wordt op het podium, maar dat u dat zo dadelijk tijdens de receptie gaat overhandigen en dat we dus nadat we deze winnaar bekend gemaakt hebben, het glas kunnen gaan heffen. Voor ik iets vergeet, natuurlijk wel alle winnaars, waaronder ook deze op het podium voor een mooie groepsfoto. Maar het project wat dus nu naar voren, of wat afgeroepen wordt, verwachten we niet expliciet naar voren voor een vraag of andere, want het is jullie prijs. Dus we blijven gezellig onder elkaar zitten. Maar wie krijgt die prijs? Vincent? De Audience Award gaat naar Q Residences. Proficiat aan het hele team van Q Residences. U krijgt uw prijs dus zo dadelijk overhandigd. Dat betekent, beste genodigden, dat alle winnaars van deze editie gekend zijn. Encore une fois, bravo, bravo, bravo à toutes les équipes et à tous les projets qui ont participé. Laat het jullie vooral niet afschrikken en blijf zeker dingen naar een award ook in een volgende editie die misschien een knokke doornik doorgaat. Who knows, hasselt. Alleszins, ik wens jullie voor hier nog een hele
fijne, gezellige, mooie avond, ook in dit prachtige gebouw. Dank je wel voor de gastvrije ontvangst. Dank je wel natuurlijk aan het hele team van de FEB Element Awards, de mensen daarboven en iedereen die backstage gewerkt heeft. Merci. Et voilà, avec un peu de musique, je crois qu'il est grand temps d'aller prendre ce verre de l'amitié. Het gaat jullie goed, nog heel veel succes en graag tot de volgende. Merci.